Holy shit, ik heb 10.000 subs. Nu verdien ik die dikke YouTube money, say. Oké, dus ik heb 10.000 subs. Hier ligt €5. Er komt binnenkort een Draw My Life. Dan teken ik mijn life. Want dan moet ik eigenlijk gewoon niks tekenen, want ik heb geen life. Oh, in de avond is mijn humor echt slecht. Het is nu 1 uur s'nachts en ik zit hier een video op te nemen dat er niemand thuis is. Dus ik kan ze luid roepen of dat ik wil. Ik heb wel buren. Die hebben waarschijnlijk de slechtste tijd van hun leven. Oké, maar we gaan beginnen aan de video. Ik ga mijn oude video's kijken op YouTube. Waar ik domme dingen zag. Want mijn oude video's sloegen echt helemaal nergens op. Dus we gaan helemaal terug naar het begin van Acid. Komen we meteen bij mijn allereerste video op dit channel. De advertentie. Ja, dat ik verdiende toen al YouTube money. Hallo kijkers. Hallo kijkers. Ja, jullie kennen me waarschijnlijk niet. Want... ja, nee, ja, ze kennen mij. Oh my god. Ja, dat was het zo een beetje voor het subscriben en zo. Ik zou het leuk vinden dat je subscribt. Dus ja, ik heb al gezegd dat we maar een stuk of 10 zijn. En ik, ja, je kan nog genieten van mijn supermooie lastfilm. Sarcasme zat er toen ook al in. Abonneer zeker, subscribe. Ik zag abonneer zeker, subscribe. Zo zijn, ja, dank u wel voor het kijken. Ik vroeg niet eens om een like. 36 likes. Wauw, let op. Maar nu moet je wel goed kijken. Nou, als je niet goed kijkt, ga je het niet zien. Dit hoofd. Dit hoofd. Dit hoofd. Dit hoofd. Altijd dezelfde foto. Holy shit. Dit was mijn allereerste animated intro. Ik heb daar €5 voor betaald. Deze bullshit van 5 seconden heb ik €5 betaald. Zesde intro ooit. Holy shit. Ik ben zo eens 4 maanden gestopt met YouTube en dan ben ik weer begonnen en dan heb ik deze crap geüpload. Check die zieke gaming setup. Die lamp, die lamp. Zien jullie die lamp? Dat is de lamp van de lampenclub. Dit is de lamp van de lampenclub. Uit de Ikea. €5. Hallo! Beste verlichting ooit. Beter dan een softbox. Ik denk dat het beter is als ik gewoon nooit meer een video opneem in de avond. Ik had dus fucking lang geen video's gemaakt zonder het aan te kondigen ofzo. Toen had ik deze sketch gemaakt en ik vond die zelf echt super grappig. Ik weet niet, die sketch echt, oh yo, kijk, die... Oh my god, kijk zelf maar. Ik had GTA 5 gekocht in dat coole hoesje met die mooie vrouw op. En ik had mijn mooie Playstation 3 van Sony. Hier zien jullie het, GTA 5 voor de PS3. En ja, ik had die dus gekocht en had een mooie nieuwe Playstation 3. En ik probeerde die daarin te steken en dat ging gelijk niet. Dus ik probeer een keer anders. En ja, die pakte aan. Ik dacht van yes, ik ga hier GTA 5 spelen. Ik ga weer gameplays maken. En dat gebeurde niet. En die beweegt niet meer. Ik voelde mezelf echt, oh my god. Weer al diezelfde foto. Weer al diezelfde foto. Hey, dit was mijn allereerste vlog. Check die shit. Weer al een dikke reclame, YouTube monies. Hey, zit hier. En jullie denken nu, waar is die background gameplay, man? Wel, deze vlog, zoals ik kan lezen in de titel. What the fuck? Neem pita en doe het in de pan. Toen maakte ik zo ook al vlogs en toen filmde ik hoe dat ik mijn eten aan het maken was. De mensen die mij nog nooit hebben zien skaten en die mij al altijd eens willen zien skaten. Dit is iets meer dan 1,5 jaar geleden. Voor de mensen die niet weten ja, wat ik hier doe. Ik skate nog altijd, maar niet meer zoveel als vroeger. Voor de eerste vlog valt die video echt goed mee, denk ik. Oké, we gaan eens checken naar mijn video die ik naar Dagelijks HD had gestuurd. Voor een goedgekeurd mail. Die video was League of Legends, die is afgekeurd. Waarom maak ik ook een 10 minuten video voor goedgekeurd? Als ik psychisch... Oké, zijn jullie klaar voor memories? Zijn jullie klaar voor het staaltje knolpower? Let's go! Deze video is goedgekeurd door Dagelijks HD. Yo kijkers van Dagelijks HD, mijn naam is Nathan en ik ga hier speciaal voor jullie een League of Legends vintage maken. Jullie moeten weten, in die tijd, dat is ook bijna een 1,5 jaar geleden, ik had fucking lang gewerkt aan die video. Ik heb, het was een van de eerste keer dat ik zoveel werk in een video had gestoken. Je gaat wel zien waarom. In die tijd vond ik dat dat immens veel werk was. Kijk, ik ga gewoon een beetje erdoor klikken, dan zien jullie het wel. Mongo ben jij. Woep, dreven aan mijn haak, wat? Oké. We gaan 1-0 bier. Let's go team. Zelo, zaak, grab, shit. T-Ash aan de haak. Go, go. Doe die damage. Oké, ja, ik ging naar de shop en ik had door dat hij niks kon kopen. Helemaal. Hey, let's. Die enemies zijn dat GG wel. Ja, zo is heel die video. Ik snap dat die is afgekeurd. Fucking slecht. Ik heb heel lang een serie gehad op mijn kanaal. En die noemde Acid verteld. Eigenlijk vertelde ik nooit echt iets in die video's. Eigenlijk waren dat gewoon commentaries over een onderwerp. Ik was Call of Duty beu en ik speelde toen Titanfall. En ja, dat zag er zo uit. Titanfall is eigenlijk best een nice spel. Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik dat niet meer speel. Ik denk dat ik dat binnenkort een keer nog eens ga uploaden. Oké, volgende video. En daar zie ik iemand. Het was de allereerste keer dat ik echt zo'n video had gemaakt waar ik nu eigenlijk video's van maak. Zo'n live cut commentary. Omdat jullie echt veel support hebben. En ik weet niet hoe het komt, maar ik haal nu altijd zo 31 likes bij elke video. En in de comments, je kunt tickets kopen op K3 Tickets wereld. Oké, nee, deze video is echt slecht. De allereerste challenge die ik heb gedaan, was eigenlijk ook mijn allereerste video die eigenlijk best viral is gegaan. Ja, niet echt viral, maar het was mijn allereerste video die 100 likes had, waar Kastiop op had gereageerd. Ik had in die tijd misschien 400 subs of zo. Dus ja, deze video was eigenlijk wel een video ja, waar ik trots op was. Nu zou ik nooit meer zo dom zijn om dat te doen. Misschien doe ik het ooit wel nog een keer. Maar het was hel. Het was de hel om dat op te kuisen. Ik heb het wel gedaan. Dus ja, ik heb het gedaan, ja. Hey, YOLO. Oh man. Ik laat hem nu zelf gewoon liggen. Ik sloeg per dit een ei kapot op mijn hoofd. Fucking grote facecam en dat is op mijn hoofd en het klein. Holy shit. Hij zorgt voor superveel grip op de controller. Iemand pakken, nee, die heeft FMG. En hier is er een dude met een. Oh shit, ze zitten. Ik ben omsingeld. Ik ben fucking omsingeld door sniper. Holy shit, die hebben. Oeh! Kijk, het was de allereerste challenge die ik ooit had gedaan op mijn kanaal. En ik vond het echt erg als ik doodging. Want elke keer als ik doodging was het opnieuw dit. Fuck my life. Kijk mijn hoofd. De eieren lopen er langs elke kant af. Waarom? Misschien moet ik dat wel nog een keer doen. Misschien is dat fucking grappig als ik dat nog een keer doe. En ik denk dat vanaf deze video mijn video's eigenlijk veel beter zijn geworden. Ik editte veel meer in mijn video's. Ik stak er veel meer werk in. En ik begon echt onderwerpen uit te zoeken waar ik jullie mee blij kon maken. Zoals dit. Kom aan, ik bedoel. Let's go team! Ik bedoel, vanaf hier zijn mijn video's eigenlijk zeker niet slecht meer. Die Black Ops 2 video vind ik eigenlijk echt wel, echt goed. Hier zijn mijn video's dan even weer naar beneden gegaan, omdat ik elke dag Advanced Warfare uploadde. Ik heb zelf even getwijfeld of ik wel nog Game Channel wou. Daar heb ik zo'n hele lange tijd alleen maar praatvideo's gemaakt. En dan was het echt moeilijk om weer likes te krijgen met gamevideo's, want al mijn kijkers die mijn gamevideo's likten, die waren weggehaald. Maar zoals ik al zei, ik ben heel erg trots op mijn kanaal. Ik ben blij dat ik zo lang blijf verder doen. Dat, ja, ik ben gewoon blij. Dus sorry dat deze video zo kut was. Ik heb gewoon geprobeerd eens iets anders te maken. En het is laat en ik ben moe. En ik, ja, ik weet niet. Ik haal mijn energie een beetje uit Naloe. Wel niet weten hoeveel Naloe ik drink de laatste dagen. En ik, ik drink gewoon veel te veel Naloe. Dus ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash dan die like. Drop een comment. Deel deze video met al je vrienden. Druk mijn reis. Ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg dan je hoor. Blijf straks. Zeg je wat je als beetje aan.